Nou, een ander boek wat ik met je wil bespreken is een ongemakkelijk boek. De Avond van Ongemak van Marika Lucas Reineveld. Het was boek van de maand bij De Wereld Draait Door. Nou, ik vind het een ongemakkelijk boek. Hij is aanbevolen, dat is leuk, door Lise Spit. En Lise Spit, misschien weet je dat nog wel, die had een jaar of twee jaar geleden de boek Smelt. Ja, dat vond ik een geweldig boek. Het was ook een ongemakkelijk boek. Dat ging ook over het geloof, over jonge kinderen. En de patronen, gruwelijk hoe dat afliep. Ik vond het een fantastisch boek. En zij raadt dit boek aan. Maar dat De Avond is Ongemak. Ja, ik vind het een heel ongemakkelijk boek. Wie weet ben ik er wel te preuts voor of... Ik weet het niet. Het beschrijft een zwaar christelijk gezin. En die op een boerderij wonen, koeien. En de oudste zoon overlijdt. En het wordt beschreven wat dat dan in die periode met iedereen doet. Hoe iedereen in zichzelf terugtrekt. En dat dus ook helemaal fout gaat. En op zich een prima te volgen thema. Maar het wordt gewoon zo vies en zo heel direct omschreven alles. Het gaat allemaal over de poep. En het echt een poep en pies boek eigenlijk. Ik zou dit... En er wordt geschreven een wervelend debuut dat je de adem beneemt. Ja, het beneemt me de adem. Ik word er ongemakkelijk van. Maar dit is nou typisch een boek wat ik nou ook nog eens in een boekenclub zou bespreken. Om misschien een ander licht daarop te krijgen of zo. Ja, ik vond het gewoon echt ongemakkelijk. En wie weet zegt dat wel meer over mij dan over dat boek. Dus laat het me echt weten wat jij ervan vindt. En of jij er ook ongemakkelijk van werd. Of, dat het wat anders is. Ik ben benieuwd. Laat het me weten.